Goedemorgen. Je kijkt naar het eerste weerjournaal van 2017 van Weerplaza. We hebben te maken met wolkenvelden, in het zuidoosten nog wel opklaringen, en de wolken die we boven de Noordzee zagen liggen komen langzaam dichterbij. Vanochtend is het nog wel op de meeste plaatsen droog. Temperatuur klimt langzaam boven het vriespunt, ook in het zuiden van het land. En vanmiddag wordt het dan 3 tot 6 graden. De bewolking wordt langzaam dikker en vooral in het noordwesten valt de eerste neerslag. De neerslag breidt zich in de loop van de middag en in de avond verder over het land uit. Dat betekent op steeds meer plaatsen nattigheid. En als die neerslag uiteindelijk ook in het zuidoosten aankomt, kan daar wat natte sneeuw vallen. In de nacht ook, met name in de Limburgse heuvels en ook morgenochtend vroeg nog. Maar dan trekt die neerslag alweer weg en dan wordt het droog, met op de meeste plaatsen ook zonnige momenten. 3 tot 6 graden en een matige noordwestenwind. Op de Wadden staat wel wat meer wind overigens. Dan gaan we naar de dinsdag, die verloopt meest droog, met later in het noorden wel meer wolken, misschien een spatje. Woensdag, donderdag, licht wisselvallig weer en temperaturen van een graad of 6. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.